feest. Het is tijd voor het feest. Maar voelt u zich dan weer helemaal goed? Ja. Ik begrijp er niks van. Geen duizelingen in het hoofd? Nee. Scheuten in de rug? Nee. Ook niet. Zwarte vlekken voor de ogen? Nee. Misselijk misschien. Neiging tot braken. Nee. Ik begrijp rechtelijk van u. Was bewusteloos, volkomen bewusteloos, 2 dagen lang. Bewusteloos? Ja. Maar ik heb feest gevierd. Wat? Maar hoe kom ik hier weer dan? Feest gevierd? Die trap, mevrouw. U weet toch waar die wenteltrap is? Je weet hier nooit of je droomt of niet. Alles lijkt hier een droom. En toch is het echt. U bent echt. En het feest. Ja, het feest is ook echt. Ja, zei jij krom? Ja, en er was ook een andere hertog van Woestewolf. Die was heel aardig. Die heette Maximiliaan. En daar heb ik mee gedanst. Maximiliaan. En daar heb jij mee gedanst. Ja. Nee. Ik zie hem gaan naar Woestwolf. Wat? Dat ziet u in mijn oog? Oh, uw tover ook heeft mij genezen. Ik zie goed nu. Ik zie alles. Ach wel, nee, onzin, mevrouw. Dat kunt u toch allemaal niet gezien hebben. De dokter die ligt boven te slapen in zijn bed. Ga dan kijken. Hij is er niet. Is hij er niet? Moet ik gaan kijken? Nee, je moet bij me blijven. Nee, je lijkt wel een oude man. Kom. Wat? Ik een oude man? Zilver, denk je nog wel? Ik ben zo jong en zo dapper en ja, zo... Ja, als een narretje. Als een narretje, juist. Van je 1 kop 2. Kom, oh, goed. Kop 4. Laat het nog 1 keer oefenen. Ja, dat is goed. Geef me aan. Dan gaan we dan. 1, 2. Kop 1, kop 2, kop 3, kop 4. Hij sloeg ze af met zijn rapier. Kop 5, kop 6, maar bij kop 7. Uitstekend. Ja. Laten we gaan. Goed. Kom. Ja. Oh. Zijn we er al? Ik zie helemaal niks meer. Ik ben helemaal duizelig. Hier ben ik. Oh, waar? Hier. Oh, gelukkig. Hier. Oh. Je hoeft niet meer te draaien van net. We zijn beneden. Oh, die lange wenteltrap. Ik ben misselijk. Nou, kom, even diep ademhalen, Valet. Diep ademhalen ook nog. Oh, die afschuwelijke stenen allemaal. Ik word er zeeziek van. Zeeziek? En we zitten diep onder de grond, Valet. Sylvia? Sylvia, ben jij betoverd? Oh, wat is dat hier toch allemaal voor een ellende in deze stad? Wat moet ik allemaal meemaken in mijn leven? Ben ik hier moederziel alleen in mijn eentje in een betoverde ondergrondse gouden stad waar iedereen behekst is. En nou is mijn Sylvia ook nog behekst. Oh, maar jij lacht. Jij bent helemaal niet betoverd. Ik vind dat geen leuk spelletje. En ik vond het juist een leuk idee, Valet. Kijk nou, zo'n ding, dat vraagt toch om een beeldje. Wat zei je dan net tegen mij? Oude sok? Ja. 339 treden, ik heb ze geteld. 338, jij overdrijft. Ik heb ze ook geteld. Nou, ja. De ene treedje, dat krijg je dan van mij. Mooi cadeau. Ik kan niet meer. De schurk die ik was, gaat verdwijnen. Met zijn broers, met iedereen, met het hele kasteel, de geschiedenis in. Vaarwel, dokter Kroon. Meneer de hertog! Oh, hij was geen schurk! De tover is verdroken, de dokter is bezwijmd. Meester, liever, waar ben je al die tijd geweest? Oh. Wat is er toch allemaal gebeurd? Moeder, als ik u dat allemaal vertel! Oh.